Voor de 22e keer in de geschiedenis werd het nationale G-voetbaltoernooi deze week georganiseerd. Met teams van alle clubs uit het betaalde voetbal. En ook Ajax is dus vertegenwoordigd op het toernooi door een hecht team van spelers met een beperking. Het toernooi werd gespeeld op het terrein van VV Barendrecht en is georganiseerd door de Coaches Betaald Voetbal in samenwerking met de KNVB en Fonds Gehandicapten Sport. Dat dankzij Egon tijdens de eerste seizoenshelft op de uitshirts van Ajax te zien is. De spelers waren vol goede moed mede dankzij Heini Otto en zijn technische staf, versterkt door een aantal talentvolle jeugdspelers. Zij zorgden voor een perfecte voorbereiding. Lekker kijk. Ja! Oh! We moeten gaan winnen. Zo! Oh. Zo! Goed zo! Oh! Oh, jammer, jammer, jammer. Jammer! Je ziet bij hun dat het plezier, resultaat totaal niet belangrijk. Het gaat heen en weer, het voetballen. En je ziet ze hebben een lach en een traan. En dat is het allerbelangrijkste voor deze mensen. Want het is hun feestdag eigenlijk. En zo moet je het ook beschouwen. Zeker goed, man. Jasper is gewoon jaloers als hij dat terug ziet. Wat heb je voor mooi tenue aan? Want je hebt het echt originele Ajax nu aan. En welk, wie staat er op je rug? Jasper. Ja, en dit is, wel een, is dat een voorbeeld voor je? Ja. Ja, hè? Dit is een grote favoriet. Hè? Ja. Ja, toppie weer. Heb je lekker gekiept? Ja. Oh, heb je het goed neer kunnen zetten in je achterhoede? Ja. Oké, okay, jongen. Nou, we hebben nog een paar wedstrijden te gaan. Dus heel veel plezier nog en we gaan genieten van je. Ja. Prima balletje, Steven. Heel goed, vriend. Na Steven van Os speelde ook aanvaller Malivij Fernand regelmatig de sterren van de hemel. Mijn favoriete positie is rechts middenvelder. Maar kan ook op links uit de voeten. Nou, dat zagen we, hebben die wedstrijden gezien. En dat staat ook wel op de beelden. Die was een van de publiekstrekkers eigenlijk van vandaag. Hè? Ja. Het jaarlijkse G-voetbaltoernooi was ook nu weer een groot succes. De lach verdween geen enkel moment van het gezicht van de trainers. En niet te vergeten bij de spelers. Onder hen waren er alleen maar winnaars. De genootjes zitten erop, jongens. Hebben we allemaal genoten vandaag? Yeah! Dat mag niet, hoor. Hi. Dat mag echt niet, hoor. Je moet hem gewoon lekker op zijn duvel geven, hoor.